Nee, van Darius Grischik was dat. Van der Heijden. Jubinski. En die heeft een mannetje bij zich, die Chiminski. Amokacic. Jubinski, goede combinatie met de club. Jubinski, daar komt de voorzet, jawel! Lorenzo Stares, 0-1 voor Club Brugge. De Lora heeft gescoord, goede actie ook van Thomas Jubinski. 0-1 voor Club Brugge, uitstekende start van deze wedstrijd voor Club. Jubinski, Amokacic, laat het maar doorlopen jongens. Goede combinatie, Jubinski op de linkerkant. De tackle komt te laat, lage voorzet en dan Lorenzo Stares. Voorbij Janus Jojko, zijn tweede Europees doelpunt voor Lorenzo Stales en 0-1 voor Club. En misschien hoort u wel de 500 Club Brugge supporters die op verschillende wijze naar hier zijn gekomen. Sommigen met de bus, er zijn hier zelfs met de wagen en er zijn ook twee charters ingelegd. Een van de bussen heeft trouwens vannacht, wil ik er toch wel even bij vertellen, 8 uur stilgestaan moeten wachten aan de Poolse grens. Maar dus 0-1 voor Club Brugge. Uitstekend is dat. Peter Krijven. En die Poolse ploeg die maakt op mij geen al te sterke indruk. Daar is Stales al opnieuw. Amokacic in het centrum. Lorenzo Stales. Maker van het doelpunt. Kort gereden. Amokacic daar misschien. En Jojko uit zijn doel. Ruim 35 minuten gespeeld. 10 minuten voor de rust dus. Hoekschop Club Brugge met Stefan van der Heijden. Stales is er, Verspaai ook, Kosse, Maziewski daar kopt, bal maakt daar een vreemde, Capriola, Amokacic misschien, paniek daar een beetje achterin, gaat die bal binnen, ja, Jubinski, nee, op de lijn daar nog weggehaald, ik dacht dat hij binnen ging, maar wat een gestintel daar achterin bij Katovic. En gewoon uittrappen voor Danny Verlinde. En we gaan stilaan naar de rust toe. Terwijl we nog eens kijken naar het Perga. Dit wordt mogelijk de eerste doelkans voor de Polen. Stel je voor dat het ook nog een doelpunt oplevert. Zo kort voor de rust. Maar hoe dan ook indirecte vrije trap. Het is Gorulli die zich gaat klaarhouden. Hij heeft een harde trap. Ziet Verlinde iets. Alle spelers van Club Brugge daar op de rand van de kleine baklijn en een gele kaart. Gele kaart. Was dat voor Jubinski? Hij wil dat die muur nog achteruit gaat en ik vind dat ze dat bij Club Brugge beter en snel zouden doen. Gorulli! Nee, Verlinde! Dat loopt goed af voor Club. Gorulli met Verspaaien. Vermijdt de tackle, ontwijkt de tackle. Reszewski, ah, goede redding van Danny Verlinde, van Resnicek. Verlinde die de hoek goed had verkleind. Goede tussenkomst van doelman Danny Verlinde. Na 10 minuten mogen we spreken van de eerste kans voor de Polen. Dan krijgen we opnieuw. Via Gorulli komt de bal bij Resnicek. En dan Verlinde die de hoek goed heeft. Katowice bezig, werd weggekocht bij Odra Vladislav. Jubinski. Speelt een goede partij, vind ik. Krijven, Maziewski voor de voet van Van der Heijden. Het schot ging naast. Met zijn linker. Op het kwartier. Frankie van der Elst. Met pleister op de neus. Jubinski. Van veel nuttig werk gedaan, Jubinski. Dat is gevaarlijk. Oeh, Kosse. Oelala. Rijkelijk laat die tackle. En hij komt er vanaf met geel. De vierde voor Club.
Wordt een serieuze boekhouding ondertussen. Christophe Wojciak. Dat is Volny, goede paas. Daar komt de voorzet, Kourouli. Daar is de bal bij Kwerter. En die krijgt het bij Van der Heijden.